En goedemiddag iedereen. I hope you're awake. Ik hoop dat jullie wakker zijn. Because we have an important topic. Want we hebben een belangrijk onderwerp. That concerns each one of us. Dat met ieder van ons te doen heeft. There are issues that are going on in the world today. Er zijn dingen die in de wereld gebeuren. There are two groups of people that are being formed today. En er zijn ruwweg twee groepen van mensen die gevormd worden. One on the Lord's side and one on the devil's side. Eén aan de zijde van de Heer en andere aan de zijde van de duivel. As you see from my title. En u ziet het aan mijn titel. Who is the fundamentalist? Wie is er een fundamentalist? You know, in the world we talk about opinions. In de wereld spreekt men over meningen. And public opinion. En is what matters today in the world. En dat is het, een algemene opinie. Dat is waar mensen over praten. There's always two opinions. Er zijn altijd twee meningen. Some can sit on the fence. De ene zit aan de ene kant. But when the right issue comes, you have to decide on whose side you want to be. Nou, als er werk een tijd van beslissen is, dan zie je pas wie aan welke kant staat. Now, those who are Catholics, I would say. Diegenen die bijvoorbeeld katholiek zijn. I'm not talking about them in person. Ik praat niet over hen persoonlijk. But I'll be talking about the system. We praten over het systeem. The false systems that exist in this religion. De valse systemen die in deze kerk existeren. When you talk about opinion. We praten hier over opinie. Mark Twain says, its name is public opinion. It is held in reverence. It settles everything. Something, it is the voice of God. Ja, deze man die heeft gezegd, zijn naam is algemene opinie. Er wordt grote eerbied voor gehouden. Het doet alles. En sommigen denken zelfs dat het de stem van God is. And then Euripides says this. Euripides, dat was een Griekse filosoof. No man on earth is truly free. Geen mens op aarde is echt. Right. That's very true. Dat is waar. All are slaves of money or necessity. Ja, dus ieder is eigenlijk een slaaf van geld of dingen die hij nodig heeft. There are people who sacrifice their health for wealth. Want er zijn mensen die offeren hun gezondheid op voor welstand. And at the end the wealth goes for their treatment, for their health. En tenslotte kunnen ze hun welstand weer opmaken. Om hun eigen gezondheid te krijgen. Public opinion or fear of prosecution forces each one. Dus publieke opinie of vrees voor het uitvoeren van uitvoerende machten. Ja. Against his conscience to conform. Weten in, om daar aan. Aan te meten. Yeah. Yeah. Something like in our church. Ja, zoals bijvoorbeeld in onze kerk. You talk about women ordination. We praten bijvoorbeeld over de vrouwen inzegening. There are some very well-known preachers. I'll not mention their names. Er zijn, ik zal ze niet noemen bij naam, maar er zijn sommige heel bekende predikanten. They say, biblically it's incorrect. Die zeggen, bijbels is het niet correct. But if the church should go for it, I would go for it. Maar als de kerk zegt dat we dat moeten doen, dan doe ik dat. So they bring against their conscience in order to conform with the church. Want ze gaan dus liever tegen hun geweten, wat deze filosoof zei, en liever, hoe zeg je dat, conformeren ze zich met de rest. You have to go mee met de rest. What the Lord tells you to do. Ja, maar wij moeten doen wat de Heer vertelt. Thus saith the Lord, it is written. Zo zegt de Heer, het staat geschreven. Now we are looking for the great advent of Jesus Christ. Wij allen zien uit naar de grote wederkomst van Christus. In 2016. En het is nu 2016. And I pray that this is the last camp meeting. En ik bid dat het de laatste camp meeting mag zijn. You know why? Weet je waarom? Now they have a camp meeting in heaven. Dan hebben we de camp meeting be there. In heaven. But so, heard about this apostleship of prayers. Hoeveel van u hebben gehoord van het apostelschap van gebed? You know, we Adventists, we give prayer requests.
request. Wij adventisten, wij hebben natuurlijk onze request punten. Maar je kunt ze ook naar de pauze sturen. Remember, I'm talking about the system, not about the people, the Catholic people. We praten niet over personen, we praten hier over het systeem. So there are a lot of prayers over the years. Er zijn heel wat gebeden over de hele wereld. And they started this prayer of worship. En zij begonnen deze gebedsaanbidding. Way back in 1844. In 1844. Why 1844. So 1884. Started by the Jesuits. En het begon met de Jesuiten. And you know who the Jesuits are. En je weet wie de Jesuiten zijn. Well, let us see what Ellen White has to tell us. Maar laat ons kijken wat Ellen White daarover zegt. Popery is just what prophecy declared that she would be, the apostasy of the latter day, of yeah. Latter times. Het pausdom is precies wat de profetie gezegd heeft dat het zou zijn, namelijk de grote afval van de latere dagen. It is a part of her policy. Het is een deel van hun regels. To assume the character which will best accomplish her purpose. Om het karakter als ware te spelen, aan te nemen wat het best hun bedoelingen dient. You know, this church talks about human rights. Deze kerk die spreekt over mensenrechten. But what government does she have? Maar wat voor soort regering heeft ze zelf eigenlijk? It's not democratic. Het is niet democratisch. It's a totalitarian government. Het is eigenlijk een totalitaire manier van regeren. Ellen White tells us, but beneath the variable appearance of a chameleon. Ja, maar beneden of onder deze variabele verschijning van deze van de pausdom, het is als een chameleon. You know what's a chameleon? Je weet wat een chameleon is? Okay, I put the picture there. Yes. Okay. What happens when it's being threatened? It changes its color according to the surroundings. Dan verandert hij zijn kleur naarmate de buitenkant. Have you encountered a chameleon? Have you encountered? Heb je wel eens iets met een chameleon te doen gehad? Nee. I've encountered several times. I chase them to see their color change. India. Yes. Ja, zie, die chameleons zijn in India, Holland hebben ze niet. Maar hij zegt, soms dan jaag ik op die dieren. Om te zien hoe dat met die kleur gaat. And she conceals the invariable venom of the serpent. Ja, ze verbergt als ware die onveranderlijke vorm van een slang. Now there are a lot of promotional videos that the Pope is sending out into the world. Er zijn heel wat promotiefilms die de paus in de wereld stuurt. Now here's one of them. Here's the eentje. Es innegable el aporte de la mujer en todas las áreas del clase humano, empezando por la familia. Pero con solo reconocerlo es suficiente. Hemos hecho muy poco por las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, despreciadas, marginadas, incluso reducidas a la esclavitud. Debemos condenar la violencia sexual que sufren las mujeres y eliminar los obstáculos que impiden su plena inserción en la vida social, política y económica. Pensás que esto es justo, manifestá esta petición conmigo, para que en todos los países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas, y sea valorizado su imprescindible aporte social. Okay, ladies, what is the message? What is the boundstrap here? From? The women are the same as men. Okay, fighting for the women. Dus die het vecht, de paus voor de rechten van de vrouw. Is dit niet een goed paus? Vind je dat niet een aardige paus? Those who have not studied the word of God. Maar diegenen die het woord van God niet gestudeerd hebben. They would love the Pope. Die zullen de paus wel niet. He's a good man. Oh, die houden van de paus, dat is een goede man. He's fighting for women's rights. Hij vecht voor de rechten van de vrouw.
And that's just one promotional video. En dat is nog maar één van de vele. He has seven videos. Hij heeft verschillende. Fighting for the poor. Vechten voor de armen. Fighting for the downtrodden. Voor degenen die ten neergeslagen zijn. And if you're not read, als je het woord van God niet leest, you can be carried away. Dan trap je erin. Now we need to go about giving the last warning message to this world. Wij hebben de laatste boodschap van waarschuwing voor deze wereld. And therefore, it's good to have meetings like this. En daarom is het goed om zulke vergaderingen te hebben. So that it will encourage you to go out into the world. Zodat het u zal aanmoedigen om erop uit te gaan. Yes. We are spending too much time with Adventists. Wij spenderen te veel tijd met Adventisten onder elkaar. We need to reach out to people. We moeten weer naar buiten. Now Pope is on a mission. The Paus is op zendingsreis. Way back in 2014. In 2014. Pope Francis went to Caserta. Deze Paus die ging naar Caserta in Italië. He went there twice. En dan ging hij twee keer naartoe. Why did he go twice to Caserta? Waarom ging hij daar naar Caserta? He went there to meet his good friend. Hij ging daarheen om zijn goede vrienden te ontmoeten. But the bishops in this town, maar de bisschoppen in deze stad, said if you don't have a mass, als je geen mis houdt, the people will not be happy. Dan zijn de mensen niet gelukkig. So he had to have a mass. Zo hij moest een mis opdragen. On a Sunday. Op een zekere zondag. Maar ze is een plaats, het is gewoon een stad. In Italië. In Italië. So he had the mass. Dus hield hij een mis. And then after that day he came back. En na een dag kwam hij weer. To meet his friend by the name Pastor Giovanni Trentino. En om daar een vriend te ontmoeten met de naam een zekere predikant Giovanni Trentino. Who was he? Maar wie is hij dan? Of course he's from Argentina. Hij is van Argentina. But he is the pastor of the charismatic church, the Pentecostal church. Maar hij is de pastor, de predikant van de Pinkstergemeente. You see how they are joining hands together. Je ziet hoe ze helemaal eens zijn met elkaar. But Ellen White tells us. Maar Ellen White zegt ons hier. God's word has given warning of the impending danger. Gods woord heeft ons gewaarschuwd voor het op handen zijn van gevaar. Let this be unheeded. Let this be unheeded. Ja, dus als je daar niet op je hoede bent. And the Protestant world and the Protestantse wereld will learn what the purpose of Rome really are. Die zullen dan ontdekken wat de bedoelingen van het pausdom werkelijk zijn. Only when it is too late. Maar dat is dan wanneer het te laat is. To escape the snare. Om de valstrik te ontsnappen. You see, this church is like a chameleon. Want de kerk is als een chameleon. On the surface it looks really good. Aan de oppervlakte lijkt het goed. It's nice to have unity. Het is mooi als je eenheid hebt. But if it is based on a false foundation, why should you have the unity? Maar als het gebaseerd is op een vals fundament, waarom zou je dat soort eenheid hebben? And then she goes on to say, she is silently growing into power. En dan gaat het hier verder en ze zegt, stilaan groeit ze in macht. Her former persecutions will be repeated. En de hoe zeggen dat de vervolgingen van het verleden zullen opnieuw weer worden aangewakkerd. Those who believe the word of God will face what? Reproaches and persecution. Diegenen die het woord van God geloven, die zullen te doen krijgen met vervolging. So persecution will be rekindled. Het zal weer worden aangewakkerd. And it is first time the Pope shared the pulpit with another person. Het was de eerste keer dat de paus de kansel, als het ware, een spreekgestoelte afgaf aan iemand van een andere kerk. And here, Pastor Giovanni
closed his talk by saying that we should walk with Jesus. En dan deze predikant van de Pinkstergemeente die zei daar dat we moeten allemaal wandelen met Jezus. Walk by faith, just like Abraham. Wandelen met door geloof, net als Abraham. And then the Pope began his talk. En dan startte de paus zijn eigen speech. And started with the story of Joseph. En begon met het verhaal van Jozef. Of course, before this he said that I thought Protestants are all lost. Hij dacht eerst dat de protestanten allemaal verloren zijn. And then he asked forgiveness for the Catholic Church supporting the Italian government when they persecuted the Pentecostals. Way back in 1935 tot 1951 had de paus juist de regering van Italië aangemoedigd om de Pinkstermensen te vervolgen. Now, if you're not grounded in God's word, als je niet vaststaat, when the Pope narrates the story of Joseph, je vertelde de paus het verhaal van Joseph. Sounds so good. Ja, dat lijkt zo mooi. Here the Pope says that I have found the lost brother. Maar zegt hij, ik heb de verloren broeder teruggevonden. Pastor Giovanni. Dat is deze pastor Giovanni. We have wronged this brother. Wij hebben verkeerd gedaan aan deze broeder. And now we have to ask forgiveness from Joseph to restore our relationship. En nou moeten we dus vergeving vragen aan Jozef, zo te zeggen als vergelijk, om de vriendschap weer te herstellen. The same Holy Spirit that created the diversity of gifts is also the same Holy Spirit who creates unity in the church. Dezelfde Heilige Geest die de verscheidenheid van gaven schonk of schiep, is ook de Heilige Geest die de eenheid van de kerk weer teruggeeft. And after the talk, en na zijn toespraak, they had the food. Dan hadden ze een maaltijd. And after that they had a meeting. En dan hadden ze een vergadering. There were 60 Protestant pastors. Er waren 60 protestantse predikanten. And just one Catholic. En één katholiek. That was the Pope. Dat was de paus. And they had a question. En de vraag aan de paus was that they asked the Pope. En ze vroeg aan hem. What sorrows and what joys have you encountered on this path of reconciliation? Ja, met welke zorgen en vreugdes had u te doen op deze weg van verzoening? You know what was his answer? En weet je wat zijn antwoord was? He expresses greatest sorrow comes from fundamentalist Christians as well as fundamentalist Muslims and Jews. Dan drukte hij zijn grootste zorg uit dat hij komt uit de hoek van fundamentalistische christenen, als ook de fundamentalistische moslims en joden. Right now they're conditioning the world about this. Yeah. En nu kun je dus zien hoe deze wereld op elkaar zit. They're talking about public opinion. Ze praten over de publieke opinie. You know, there are many people who say, I don't have a problem with Muslims. Oh, there are many people who say, I have a problem with the Muslims. But I have a problem with radical Muslims. I have a problem with the radical Muslims. I've heard Muslim people telling me, oh yes, these radicals should be eradicated. Yeah, there are zelfs Muslims who say to me, these radical Muslims, die moet je uitroeien. They are troublemakers. Dat zijn degenen die de trouble veroorzaken. They are unfit for society. En die kunnen gewoon niet in de mens uitroeien. This public opinion is gathering. En zo die publieke opinie die wordt op die manier gevormd. Well, let me tell you this, terrorism will not stop. Maar laat me één ding zeggen, het terrorisme zal nooit stoppen. It will go on till the world God is called. Totdat de nieuwe wereldorde daar zal zijn. Now there's much hatred on the radical Muslims. Er is heel veel haat tegen die radicale moslims. But very soon this hatred will be transferred to the Sabbath keepers. Maar heel spoedig zal deze haat omslaan naar de Sabbath keepers.
You know, you have to condition the people. Dat is dat men de mensen als het ware conditioneert. Whenever. En wanneer dan ook. There is a bomb blast. Als er een bom ergens explodeert. The next day the government sit down. Dan de volgende dag dan zit de regering. And they legislate. Okay. Ja. Yeah. Go on. Yeah. They will legislate unconstitutional laws. Dan zullen zij wetten gaan uitvaardigen die tegen de constitutie, dus tegen de grondwet ingaan. You know, you can't legislate unconstitutional laws just like that. Maar eigenlijk kan dat niet. Je kunt niet zomaar een grondwet even veranderen. You need to have an incident. Dan moet je een gebeurtenis hebben. Therefore, I'm not alarmed when I hear, oh, there's a bomb blast in France, oh, there's a bomb blast in Belgium, oh, there's a bomb blast in New Delhi. I'm not at all bothered. Het alarmeert me eigenlijk helemaal niet wanneer er een bomontploffing is in Frankrijk en dan weer in ergens in Italië en dan weer ergens in Rusland of in India zelf of waar. These are all false flags. Dat zijn gewoon valse vlaggen. In order to legislate unconstitutional laws. Om nieuwe wetten te kunnen uitvaardigen en de publieke opinie op je hand te krijgen. Now we're living in a period where we're going to divide the people now. We leven in een tijd waarin men de mensen eigenlijk in twee groepen dwingt. There are many ways how they are doing this. En er zijn heel wat manieren waarop men dat doet. One of the best ways is through Facebook. Een van de dingen is bijvoorbeeld Facebook. WhatsApp. En WhatsApp. Twitter. It's good to communicate. Dat is goed om te communiceren. But they want to know what you think. Maar ze willen graag weten hoe jouw denkwijze is. Therefore I'm very careful what I write on Facebook or Twitter or WhatsApp. Zichters wat ik daar allemaal precies schrijf. Like for example, emails. Emails. When you delete the email, wanneer je de email delete, you think that the email has been deleted. Dan denk jij dat die email die is weg. Yes, on your screen it's deleted. Ja, op in jouw computer is die wel weg. But not in the server. Maar niet daar waar die is opgeslagen. So when the time of trouble comes, so wanneer die tijd van trammeland komt, and you're before a judge. En hier staat voor een rechter. They'll pull out all what you have written from the server. Dan kunnen ze gewoon daarmee vandaan halen vanaf die server. And they'll use wat jij allemaal gezegd hebt. And they'll use that as an evidence to against you. En gebruiken dat als een bewijs tegen jou. Therefore I'm very careful. Ik ben een beetje voorzichtig. But that's how they're doing. Maar dat is de manier waarop dat gaat. To create a public opinion. Dat is om een publieke opinie om te vormen, te scheppen. And that time is coming. En de tijd die komt. Because Ellen White says here. Want Ellen White zegt hier. Our people have been regarded as too insignificant. Onze mensen die zijn gezien als nog niet belangrijk. To be worthy of notice. Om daar aandacht aan te besteden. Then she says, but a change will come. Maar dan zegt ze, maar het verandert. Pas op. The Christian world is now making movements which will necessarily bring commandment-keeping people into preeminence. De christelijke wereld die maakt nu bewegingen waardoor het noodzakelijk is dat de geboden houdende mensen op de voorgrond komen. Maar how many Adventists are there in the world today? Hoeveel Adventisten zijn er in de wereld? 18 miljoen. 18 miljoen misschien. How many true Adventists? Maar hoeveel ware Adventisten zijn er? Not many. Dat zijn er niet zoveel. So a time is coming. De tijd is komt. Those who stand for the Lord. Diegenen die voor de Heer staan. Will be branded as radical Christians. Zullen gebrandmerkt worden als radicale christenen. Therefore Ellen White says here. Daarom zegt Ellen White. We will be defamed. Wij zullen worden geblameerd. We will be imprisoned. We zullen in de
gevangenis worden. We will be mobbed. Dan zal op ons gescholden worden. Hunted. Op ons verjaagd. And slain. En tenslotte geslagen. I know we need the Lord's protection. Wij moeten de Heer zijn bescherming hebben. But you cannot be living in a city and say, Lord, protect me. Maar je kunt niet in een stad blijven leven en zeggen, Heer, bewaar me voor de Lord. You need to have an outpost. Je moet eigenlijk die steden uit. Where you do the work in the city and at the end of the day you go back. Je kunt het werk in de steden doen, maar dan vanuit een outpost. How many Adventists are making preparation? Hoeveel Adventisten maken die voorbereiding? Bereiden zich erop voor. And then she says, en dan zegt, while probation continues, they must expect that the world will know them not. Ja, terwijl de tijd van genade nog voortduurt, dan moeten ze verwachten dat de wereld hen niet kent of niet erkent. Now Adventists were very upbeat. When Ben Carson was standing for the presidential election. Ja, dus Adventisten waren nogal eens in het nieuws. Toen Ben Carson ook meedeed in een race om president. Someone telling me, oh yes, now Adventists will be known in the world. Ah, nu zullen de Adventisten bekend worden in de wereld als de iemand president. Now the truth will be brought to the world. Nou zal de waarheid wel aan de hele wereld bekend worden. So I said, oh yes. And then he will pass the Sabbath law. En dan zal hij natuurlijk al een Sabbatwet maken. No, that's not the way to go about. Dat is niet de manier. I know there are two opinions. Oké, er zijn ook daar weer twee verschillende meningen. We should go by the word of God. Maar wij moeten gaan met het woord van God. And therefore, Ellen White tells us that we need to flee to the wilderness. En daarom zegt Ellen White hier dat we moeten vluchten naar die. Naar de woestijn. Just like the wildernesses. Net zoals de wildernessen. Therefore, when you look at radicals, or what we call fundamentalists. Als je kijkt naar radicale fundamentalisten. What is the definition? Wat is eigenlijk de definitie daarvan? It says a religious movement characterized by a strict belief in the literal interpretation of religious texts. Ja, dus de uitleg hier is dat is dus fundamentalisten zijn een religieuze beweging die gekarakteriseerd wordt door een strikt geloof in de letterlijke interpretatie van een religieuze tekst. So, if you stand by the word of God, so als je dus je houdt and you say, aan het woord van God, and you say, God created man in his image. En als je zegt, God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. You become a fundamentalist, you know why? Dan ben jij een fundamentalist. Because the world believes in the theory of evolution. Want de wereld die gelooft in de theorie van evolutie. And there are so many others you can mention. En er zijn zoveel andere dingen waar je het over kan hebben. So the Pope is saying there has to be unity. And the Pope's bijvoorbeeld zegt, forget about doctrines. Nou, vergeet de leerstellingen. If we try to build unity around doctrinal issues, we will only achieve it after the apocalypse. Ja, dat is waar van de Pope. Die zegt, als wij proberen om eenheid te vormen op basis van leerstellingen. Dan zullen we dat pas bereiken na de grote apocalyps, dat wil zeggen na de grote instorting. After the world is destroyed. Nadat de wereld is vergaan. So what the Pope is trying to convey. Dus wat hij eigenlijk zegt is. Don't go by doctrinal issues. Ga niet over leerstellingen praten. Now here the Pope says fundamentalism is what? A disease of all religions. De paus die zegt hier dat fundamentalisme is de ziekte van alle religies. Dus so, alle godsdienst. You know, when you have disease, what do you do? Maar als je ziek bent, wat doe je dan? Go to the hospital. Yes, you need treatments. Dan heb je behandeling nodig. So, if you have a disease, so God is saying, dus als je ziek bent, dan zegt de paus, we need to treat you. Dan moeten wij u behandelen. What is the treatment? Wat is dan de behandeling?
to throw you into prison. Dat is om je in een gevangenis te gooien. To eradicate you. Of om je gewoon maar helemaal uit te raderen. You may say the UN human rights will protect me. Oh, maar dan zullen ze zeggen, ja, maar die mensenrechten die beschermen het toch. But remember, it's under the control of the Church of Rome. Maar vergeet niet dat de Verenigde Naties staan onder de controle van Rome. Now I have a friend, he's in India. Ik heb een vriend in India. He was a politician. Hij was een politicus. He's not a Christian, he's a Hindu. Hij is geen christen, hij is een Hindu. And then recently he became the president of the human rights in that particular area. In zijn gebied werd hij de president voor mensenrechten. He's a nice person. Hij is echt een vriendelijke man. But by talking about principles of life, we are winning him. Door te praten over de principes van het leven. Ja. We need to talk about issues. Dus we moeten praten over bepaalde dingen. We need such people to understand principles. We moeten mensen benaderen door te praten over principes. And I pray that one day he'll give his life to Jesus. En ik bid dat op een zekere dag hij zijn hart aan de Heer mag geven. He holds an important position. Hij heeft een belangrijke job. But if he sees the principle, he will stand for it. Maar ik denk dat als hij het principe ziet, dat hij toch opstaat. We need many souls who become Pauls today. Wij hebben heel wat souls die omgevormd moeten worden tot Paulus. And therefore, when the Pope went to Africa, he said, fundamentalism is not just an Islamic problem. Ja, dus toen de paus in Afrika was, recentelijk, toen zei hij dat fundamentalisme is niet alleen maar een probleem in de islam. It is a Christian problem. Het is ook een christelijk probleem. It's a Hindu problem. Het is ook een Hindu probleem. Therefore, in all religions, en daarom in alle godsdiensten, they say we have the liberals, we hebben de liberalen, we have the conservatives, en we hebben de conservatieven, and the troublemakers are the conservatives, en diegenen die het meeste tramland veroorzaken zijn de conservatieven, even in our church, ook in onze kerk. Now the Pope said, what do you want from us? Wat wilt u van ons? You know, this is an important meeting between Protestants, 60 dus Protestants and the Pope. Dit was een hele belangrijke vergadering, 60 vertegenwoordigers van de Protestantisme samen met de paus. You know what Pastor Giovanni said? En weet je wat deze predikant Giovanni wat hij zei? To be recognized as a valid part of Christ's body, the church. Om te worden erkend als een werkelijk deel van het lichaam van Christus. Then the Pope replied. En dan zei de we have already removed the word sect when referring to Pentecostal charismatic churches, which have been used for years for various groups. Ja, wij hebben al reeds, maar ook dit is het antwoord van de paus. Wij hebben al het woord secte hebben we al weggedaan als het gaat over de Pinkstergemeente of charismatische gemeente, welke we hadden gebruikt jarenlang voor verschillende groepen om ze secten te noemen. He said, they would use that only when referring to groups who deny the basic tenets of the Christian faith. En hij zei dat ze zouden deze term, de secte, alleen maar gebruiken voor groepen die de basis, dus de grond richting als het ware van het christelijke geloof ontkennen. So they will use it when there's trouble in whatever religion. Dus dit gebruiken ze als er ergens moeilijkheden zijn in een of ander geloof. Now there is a war going on now between fundamentalists versus the world and the church. Er is een strijd tegenover de wereld en kerk. Recently in Germany there was an incident. Vast geleden was er in Duitsland een incident. I think you must have heard about it. Misschien heb je dat wel gehoord. That's on January 31, 2015. Dat was op
31 januari 2015. When the pastor made this comment from the Lutheran Church. Toen deze predikant een op, hij was predikant van de Lutherse gemeente. He says Buddha, he termed a fat old man. En hij noemde Buddha een oude dikke man. Catholic relics were rubbish. En al die relikwieën van de Muslims onzin. Were sinners. En moslims zijn zondaar. It's not nice to say this. It's not part of this. No, it's not nice. Ja, it's niet zo mooi, maar zo te zeggen. Because if you say this, you're in trouble. Maar als je het zo zegt, ja, dan heb je natuurlijk wel moeilijk. You have got what we call anti-hate laws. Er zijn van die anti-haat wetten. Though it's very true. Well, it's wrong is what you say. But the Lord wants us to be wise as serpent and harmless as dove. Maar de Heer, die wil dat wij verstandig zijn en voorzichtig, net als de slang en de duif. I love the answers of Jesus when he counteracts the Pharisees. Ik heb de antwoorden van Jezus zo lief, waar het gaat in zijn, zijn tegenantwoorden ten opzichte van de Farizeeën. And then you see the reaction. He was heavily criticized for this statement. Hij werd natuurlijk heel zwaar aangevallen voor zijn uitspraak. Then all the church members were upset. En het college, kinderen, dus de laatste keer was het van Thomas. Die rent naar haar 10 keer hemmen. Dus niet meer hem. Okay, the church members were upset and they called for action. En de kerken die riepen voor actie. And they distanced themselves from this. En ze hebben zich gedistanceerd van deze predikant. Ja. So there was like a protest. Er was een heel groot protest. They said, we are a rainbow nation. Wij zijn een regenboogland. And we are one with all other religions. En wij zijn één met alle andere godsdiensten. So he created quite a storm. Hij creëerde daar een flinke storm. And it says, we have to take cognizance that even within our ranks, there are what? Fundamentalists who make divisive statements. Ja, wij moeten goed ons realiseren dat zelfs binnen onze ranken, dat er fundamentalisten zijn die verwijderende uitspraken doen. Dus die de mensen doen scheiden van elkaar. You know what's divisive? Je weet wat divisive is? It means statements tending to cause disagreement or hostility between people. Ja, dus divisief, dat wil eigenlijk zeggen, dat zijn uitspraken die een oneenigheid veroorzaken of zelfs vijandschap tussen mensen. But this pastor said he would not align himself with the position of the church leaders. Maar deze predikant die zei in de opdruk dat hij niet eens is en niet zichzelf ziet als deze andere kerkleider. He would rather stand by the word of God. Hij wil bij het woord van God. Dat is so, there is a battle going on today in this church, the Lutheran church. En dat is in Bremen en deze gemeente, daar is een strijd gaan. When you look what Ellen White has to tell us. Maar als je ziet wat Ellen White daarover geschreven. If we place ourselves where we look to others to brace us and support us. Als wij naar onszelf zien waar wij naar anderen kijken om ons te omarmen en ons te ondersteunen. If we depend on finite help. Als wij ons afhankelijk stellen van, hoe zeg je dat, van menselijke hulp. We do not really know our own strength because we do not stand alone making God our helper. Dan kennen we eigenlijk onze eigen kracht niet, omdat we niet alleen staan en God door onze hulp maakt, onze help. When thrust out, wanneer we eruit geworpen worden, where we have to stand alone, waar wij alleen staan, the taproot of our faith fastens upon the only sure support, dan the infinite is God. Die diepe wortel van ons geloof, dat kan alleen maar op het ware, echte support staan, dat is die oneindige God. You know what's a taproot, is it? Weet je wat een taproot is? Those who do gardening, the example is a carrot. Diepe wortels, ja? Carrot is a taproot.
Ja, bijvoorbeeld een wortel heeft een diepgaande wortel. So we need to cling the pillars of our faith. Zo, wij moeten die pilaren van ons geloof, daar moeten wij op staan. Now you may say, this is happening in the Lutheran church. Nou ja, dan denk je misschien, ja, dat gebeurt in de Lutherse kerk. The Seventh-day Adventist church is God's church. De gemeente van Zevende Dag Adventisten is God's gemeente. Now let me tell you this, it's also in our church today. Maar het is ook in onze kerk. There are a lot of infiltration of Jesuits. Er is heel wat infiltratie van Jezuïten in onze kerk. In my life I have two Jesuits who have been following me. In mijn leven er zijn twee Jesuïten die hebben mij heel vaak achtervolgd. One, both claim to be Adventists. En beiden die spraken uit dat ze Zevende Dag Adventisten waren. The first Jesuit knew all the Adventist top leaders in India. Deze eerste Jesuit kende al de leiders van de kerk in India. And he used to arrange meetings for me. En hij was bezig om afspraken voor mij te maken. And at one point in time, en op een zeker moment, he said, "Oh, you'll go to a particular place where you'll preach." Oh, hij zegt, je gaat naar een bepaalde plek om daar te spreken. But there will be another preacher. Maar er is ook een andere predikant. I said, it has to be an Adventist. No, that's all an Adventist. Oh, no problem. I'll get him. Hij zegt, daar zorg ik wel voor. And when he told me the name, I was shocked because he was a top man. Maar toen hij mij zei wie dat was, toen was ik een beetje geschokkeerd, zal ik het zo zeggen, verbaasd. Well, that was a top architect. And I asked him, where will I stay when I go for the meetings? What from position have I got now? He said, oh, you'll stay in the bishop's house. Oh, I said, you stayed in the house from the bishop. I've never stayed in the bishop's house. I'm not in the bishop's house for this. 2 years of my encounter with him. Maar 2 jaar lang waar ik steeds met deze man te doen had. We have always been staying in Protestant houses. Dan waren we altijd in protestantse huizen. The Lord gave me a strong impression that I should not go there. Maar de Heer heeft me heel duidelijk aangewezen dat ik niet in die katholieke huizen. Then in the meantime a call came to go to Australia. Dan kreeg ik een roep om naar Australië te gaan. So I gave him that excuse. Dus ik heb hem toen even mijn eigen. But eventually I cut off from him. Dan kreeg ik een bericht van hem. After I came back from Australia. Toen ik terugkwam van Australië. Because of one reason. Of one reason. Met één reden. How many of you remember the tsunami in 2000? Wie van jullie heeft gehoord van de tsunami in 2004? Ja, ik denk gewoon af. He asked me one question. En hij vroeg mij. Well, he's a Jesuit. Hij is een Jesuit. Was the tsunami natural or man-made? Toen vroeg hij aan mij, was de tsunami, was dat natuurlijk ontstaan of was het door mensen veroorzaakt? And I said, it's man-made. En toen heb ik gezegd, dit was een door mensen gemaakte tsunami. Look at me, get quiet. En hij keek naar mij en hij was stil. Because he knows how these things are made. En hij weet hoe je die kunt creëren. You need to study the history of what happened in Aceh. Je moet, in Aceh, that's in Indonesia. No, in Indonesia, in Aceh. Exactly like Vietnam. And so, not as Vietnam. And yeah, I'm going to get into this because it's another big topic. Maar dat is een heel onderwerp. But what I'm trying to tell you today is that there are infiltrators in our church. Er zijn heel wat infiltrators in onze gemeente. You will reach a point in your life. Die proberen op een punt van je leven terecht te komen. That you will have to stand alone. Dat je helemaal alleen gaat staan. The time will come when the church will throw you out. En de tijd komt dat de gemeente zal je eruit werpen. You know, there are people who get a lot of attachment with the church. Er zijn mensen die hebben heel wat bindingen met de kerk. They think salvation is only inside the church. Ze denken dat redding alleen maar kan samen met de kerk. Well, let me tell you this. Maar laat me vertellen. Whatever the circumstances may be. Wat ook de omstandigheden mogen zijn. Go by the word of God. Ga met het woord van God. Not by the church leaders. En niet
kerkleiders zijn ook niet van. Therefore, the Lord is saying here, and then why it says. Daarom zegt hij dan right here. The Lord has a controversy with him who his professed people in these last days. Hier staat dat de Heer die heeft een strijd met wie? Met degenen van zijn volk die voorgeven zijn volk te zijn in deze laatste dagen. In this controversy, men in responsible positions will take a course directly opposite to that pursued by Nehemiah. Ja, in deze strijd zullen mensen die verantwoordelijkheid dragen in verantwoordelijke posities, die zullen dan een richting nemen die direct het tegenovergestelde is van dat wat we Nehemiah gedaan hebben. You can read it at home. It's in Nehemiah chapter 13. Het is in de Huron Herald. This one. No, if you read chapter 13 of Nehemiah. Ah ja, deze geschiedenis kan je in Nehemiah hoofdstuk 13 krijgen. Then she goes on to say, in churches and in large gatherings, in the open air, ministers will urge upon the people the necessity of keeping the first day of the week. En in de gemeenten en in grote vergaderingen in de open lucht, dan zullen predikanten, die zullen aan mensen de noodzaak opleggen om de eerste dag van de week te houden. You know what's happening in October 31, 2017? Je weet wat er gaat gebeuren in oktober 2017, wat men doet. You know what's happening? Yes, the Jubilee. 500 jaar bestaan van de Reformatie. They want to unite all the interfaith religions on this day. Op deze dag, dan hebben ze een hele grote vergadering gepland waar al die verschillende kerken en godsdiensten bij elkaar komen om als een grote eenheid zich daar te stellen. So all the Christian denominations will come together. Al de christelijke kerken komen dan samen. All the non-Christian religion will join. Maar ook de niet-christelijke organisaties. And there's a document, I don't have it right now with me. There is a document, ik heb het helaas nu niet bij me. Where the Pope says, waar de paus zegt, proselytizing will end. Hij zegt, het is het einde om te proberen anderen te bekeren tot jouw geloof. Dus because, if you have that one world religion, why should you start proselytizing? Want als je een hele wereld religie hebt, ja, waarom zou je dat nog maar doen? So preaching doctrine will end. Dus het prediken van leerstellingen moet daar ten einde zijn. Today we are sleeping, we're not going about and reaching out for souls. Vandaag wij slapen als Adventisten. Wij gaan niet erop uit om zielen nu nog te bereiken, maar binnenkort is niet meer. If this should take place, als dit plaatsvindt, then under difficult circumstances you have to proclaim the three angels. Na deze datum, dan wordt het veel moeilijker om ons boodschap nog naar buiten toe uit te dragen. Therefore the Pope, in another promotional video. En daarom de paus, die zegt in een andere promotiefilm. He says this. Dan zegt hij sorry, it's not yet. Oh, wacht, het komt eraan. Okay, his message is, we are all children of God. Zijn boodschap is steeds, ach, wij zijn allemaal kinderen van God. Whether you're a Hindu, whether you're Muslim, Hindu bent of a Muslim, whether you're an atheist, of an atheist bent, you all belong to God. Ach, je bent allemaal bent u kind van God. And this is what his promotional video tells us. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Alá. Muchos piensan distinto. Sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Ellen White tells us. That's what Ellen White says. It will come like a surprise if you're not studying God's word. Het zal komen als een overweldigende verrassing als je er niet op voorbereid bent. You need to prepare. Je moet je voorbereiden. Because eventually global laws will be passed. Want deze wereldwijde wetten. And if you defy. If you defy these laws. En als je deze wetten verwerpt. You'll be hunted down. Of verwerkt of niet wel aannemen, dan wordt er op jou gejaagd. Now it's not to scare you. Het is niet om je bang te maken. But to wake us up from our sleep. Maar om ons op te wekken uit ons therefore, God desires his people to prepare for the soon coming crisis. Prepare or unprepared, they must all meet it. God niet verlangt dat zijn volk zich voorbereidt voor de spoedige komende crisis. Voorbereid of niet, je gaat ermee te doen hebben. And those only who have brought their lives into conformity to the divine standard will stand firm at the time of test and trial. En alleen diegenen die hun levens in overeenstemming hebben gebracht met de goddelijke standaard. Die zullen sterk staan en vaststaan op de tijd van test en beproeving. Therefore, in countries that are less developed, in landen waar die minder ontwikkeld zijn, persecution has started for Christians. Daar worden christenen vervolgd. And as I look at the West, en als ik kijk in het Westen, it will come all of a sudden. Daar wordt het in één keer plotseling. You know, in India we have a lot of communal wars. In India er zijn heel wat soort oorlogen gaande in bepaalde kleinere gebieden. Clashes between Hindus and Muslims. Je hebt de klassen tussen moslims en Hindus. Now I know in the West you have not experienced that. Ik weet dat in het Westen daar heb je daar niet zoveel mee te doen. But I have experienced that. Maar ik heb het wel ervaren. It is terrifying. Het is vreselijk. They first kill you or beat you and then ask you what religion do you belong to. En ze slaan je eerst helemaal aan pijn en dan vragen ze tot welke godsdienst behoor je eigenlijk. You may answer if you're alive. Als je nog in leven bent, kun je misschien nog een antwoord geven. Yo, this is the situation today in the world. Dat is de situatie waar je van de mensen willen. Then it will be seen who really fear and serve God. En dan zal het gezien worden wie de echt God dient en vreest. Therefore, it's easy to say, yes, I'll give my life for Jesus. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, ja, ik geef mijn leven voor Jezus. In theory, it's fantastic. In de theorie is het geen probleem. Someone puts a gun to your head. Nou, op het moment dat je een pistool op je hoofd hebt staan, hoe praten we dan? We need to continue to walk with the Lord. We moeten wandelen met de Heer. We will face trouble even from our church. We zullen moeilijkheden te doen hebben vanuit de gemeente. And the Lord will see you through. Maar de Heer die zal je. Then we look in Deuteronomy chapter 7 verse 6. Kijk in Deuteronomy 7 verse 6. For thou art an holy people. Hij zegt een heilig volk. Unto the Lord thy God. Voor de Heerlijke God. The Lord thy God hath chosen thee to be what? A special people. De Heerlijke God die heeft je gekozen om een speciaal volk te zijn. Unto himself. Voor hemzelf. Above all people. Boven alle mensen. That are upon the face of the earth. Op de aarde wrong. And most of us are Adventists by name. Meeste Adventisten zijn enkel in. But are we really practicing Adventists? Maar zijn we werkelijk praktiserende. When it comes to appetite and passion. Als het bijvoorbeeld gaat over eetlust en passie. Many of us fail in this two areas. Heel wat mensen die falen op dit moment.
And if you want to know whether you have control of your appetite, en als je wil weten of dat je eetlust onder controle hebt, says he has let appetite control him and has eaten between meals. If you eat in between meals, als je tussen de maaltijden in eet, ook dan ben je al de controle over je eten bij je wezen kwijt. You know, my own Adventist brothers and sisters in India, they laugh at me. Mijn eigen broers en zusters in India, die lachen mij uit. Between breakfast and lunch, I don't eat anything. Want tussen ontbijt en lunch eet ik niks. You know, in India they have this custom, when you enter into a home, in India hebben ze de gewoonte, als je daar ergens in binnen loopt, they have to give you something to drink and to eat. Dan moeten ze iets te eten geven. Even in non-Adventist home. Ook in niet-Adventistische huis, ze gewoon een gewoonte. But I take it as an opportunity. Maar ik neem het als een mogelijkheid. Then I have my health talk when they drink like that. Dan praat ik gelijk over gezondheid. I tell them how the stomach works. Dan zeg ik hoe je maag werkt. So what time you had breakfast? Dan zeg ik hoe laat had je ontbijt? Oh, I had an eight. Oh, en om 8 uur. Then I ask them how long will your food digest? Hoe lang duurt het voordat je voedsel daar verteert? They think as soon as you munch the food is digested, but it's in the stomach. They think as je mond door is, dan is dat klaar. So I said, if you take something in between meals, the whole process of digestion stops, dan stopt dat hele verteringsproces, and begins all over again for whatever you eat. Dan gaat het weer allemaal opnieuw mixen en opnieuw beginnen. And the food gets fermented. En het kan zijn dat je voedsel fermenteert. And then they begin to understand. Ja, dan beginnen ze te begrijpen. So I take this opportunity. Dus die kunt gewoon als een mogelijkheid nemen. And therefore, when you look in India, als je in India ziet, we find that Satan also has a counterfeit health message. Dat ook Satan heeft een namaak gezondheidsboodschap. There is a mixture of good and evil. Daar is een mix van goed en kwaad. But I will put it this way. Maar ik zie het zo. Between truth and much truth. Tussen waarheid en heel veel waarheid. Are you with me? Okay. If I have a glass of water. Als ik een glas water heb. And I put one drop of poison. Als ik daar één druppel vergif in gooi. Will you drink it? No. Okay, I'm running. Okay, let me go. Dus als er één druppel vergif in zit, gaat u het dan drinken? Nee. I am like Brother Daniel Garcia. I can go on talking. Ik ben net als Daniel Garcia. Dus ik kan praten. Okay. This is the video of a Hindu person telling us not to eat in between meals. Maar hier is een video die van een Hindu zegt dat er niet tussen maaltijden moet eten. Never eat in between meals. Never eat in between two meals. We have this very easy habit of munching a couple of chips now, or a slice of a fruit later on, a bar of a chocolate later on. All that it creates is a mess. All it creates is a mess. All what it creates is a mess in your mouth. You know, we have the right tools, the health message, and we are the ones should be doing this video. Now, yes, there's a video that is here. Okay, I'll just run because we're running out of time. Yeah, we're going to afsluiten. So therefore, daarom, the time is coming. Tijd komt. People will brand you as radicals. En de mensen zullen je brandmerken als radicaal. But fear not. Maar vrees niet. Because we know the end of the road. If you're faithful and true, you will be set up. Als u getrouwd bent, dan you'll be with the Lord. Dan zijn we met God zijn. And God bless you. Mogen jullie zeggen.